denk dat ik zo'n beetje 15 keer onder de MRI ben geweest. De eerste ervaring was gelijk de meest ernstige. Omdat je al angst inboezemt van wat je eventueel zou kunnen hebben. En dan nog in een benauwde kleine ruimte met de geluiden. Dat heeft mij enorm veel angst ingeboezemd. Dus ja, natuurlijk zie ik het tegenop. Hi Peter, we know that music can help to make you more relaxed. So we produced the perfect composition to make the MRI experience more relaxing. Well, but Peter will see, well, this selection of 9 artworks, paintings and drawings that we've made from the 17th to the 19th century in the Rijksmuseum collections. And we believe this kind of relaxing atmosphere will really help in this environment. I'm convinced that the combination of music and art will change the experience of the patient significantly. Ik hoop dat nu we de ambient experience hebben, dat de patiënten met een goed gevoel, zonder angst, terugkomen bij een volgende MRI-onderzoek. Even anders dan andere keren, denk ik. Ja. Het is wel een hele andere ervaring. En, het leidt af. Echt een hele grote verbetering. Dat mag ik echt wel zeggen. Echt super. Ja.